Astrid de Zeeuw. En je hebt zo net de sportprijs van Almelo gewonnen als talent. Wat betekent dat voor jou? Het is wel echt een eer om te winnen. Echt nog een extra beloning op wat je hebt bereikt. Ja. En wat voor sport doe jij? Kan je daar iets over vertellen? Ik doe aan topturnen en wij trainen 30 uur per week hier in de ISPA in Almelo. Dus je bent heel veel tijd aan turnen kwijt. En wat voor school zit jij? Ik zit op het Noordic in Almelo, een loodschool. Dat is een speciale school, hè? Houdt de school dus heel veel rekening met jou? Ja, zeker. We hebben ook een loodbegeleider en iedereen helpt heel goed om het mogelijk te maken. En wat heb jij dit jaar allemaal gewonnen? 3 Nederlandse titels in de meerkamp, op brug en op balk. En wat hoop jij allemaal nog te bereiken? Het uiteindelijke doel is wel echt de Olympische Spelen. Dankjewel en heel veel succes. Ja, heel erg bedankt. Barbara Ubrechtse. En wat vind je ervan dat je de prijs gewonnen hebt? Super gaaf. Maar dankzij onze trainers, want zonder de trainers konden wij het niet doen. Hartstikke goed. En welke sport doe jij? En wat betekent die sport voor jou? Sport betekent voor mij heel veel. Ik heb vroeger heel veel gezwommen. En nu zit ik bij de G-hockey-elftal, waar we al 5 jaar doen met veel plezier. En vorig jaar kampioen zijn geworden. Wat goed van jullie. En nu zijn jullie de kampioen van Almelo, hè? Ja, klopt. En nu zitten we met 8 tallen en daar hebben we wat meer moeite mee dan vorig jaar. Maar goed, we zijn ook een klasse hoger. Dus... Als je maar heel veel plezier hebt. Ja, super. En dit maakt het af. Dus we zijn heel blij. Dankjewel. Oké, alsjeblieft. Resmi Ogink. En jij hebt weer de sportverkiezing, de sportvrouw van Almelo gewonnen. Wat betekent dat voor jou? Ja, het is een bijzondere prijs die je in ontvangst mag nemen van de stad Almelo. En 4 keer op rij winnen is ook wel uniek. En ik heb vorig jaar een bijzonder jaar gehad. Ben naar de Olympische Spelen geweest. What can I say more? Taekwondo is heel divers in de technieken die je doet en in de stoten. Het is onvoorspelbaar. Je kan een partij niet van tevoren al gaan analyseren van oké, die gaat winnen of die gaat winnen. Het is echt een puzzel. Je bent ook heel vaak afhankelijk van de jury. Hoe belangrijk is dat? Nu op het moment iets minder belangrijk, omdat we met elektronica werken. Dus punten worden gewoon geregistreerd en dat wordt niet meer gejureerd. Er blijft wel een factor jury blijven bestaan, omdat er in het midden staat een jury. En die managt eigenlijk de wedstrijd. Oké, dat maakt het wel eerlijker, denk ik. Ja, dat maakt het zeker eerlijk en dat is ook heel erg belangrijk in de sport. Zeker weten. Zeg heel veel plezier met je prijs. Ja, dankjewel. Jullie ook. Ik ben Leslie Tentusken, een sportman van het jaar in Almelo dus. Gefeliciteerd, geweldig. Had je het verwacht dat je het zou worden? Nee, eigenlijk niet. Ik had het niet verwacht. Het is altijd lastig omdat het ook een publieksprijs is. Omdat het publiek ook mag stemmen, dus ik ben er wel blij mee. Het is topsport in principe wat we doen. Ik train 5 dagen in de week voor in de sportschool. En daarnaast doen we natuurlijk cardio training. En ik werkte voor hem in onze eigen motorzaak om ook nog een budget bij elkaar te krijgen. Ja, want het kost echt veel geld, hè? Ja, we praten echt over hele grote budgetten helaas. En geld is een hele belangrijke factor bij ons in de sport. Maar toch krijgen we het elk jaar weer rondom in de Nederlands kampioenschap, over het Nederlands kampioenschap te rijden. En ik hoop in de toekomst nog een stap te maken, maar het wordt wel heel lastig. Gewoon in blijven vertrouwen, hè? Maar wat betekent de motorsport voor jou? Waarom heb jij daar destijds voor gekozen? Als klein is met de pap heel veel ingegoten. Mijn vader die reed altijd een motorfiets. En volgens mij vanaf mijn 5e of 6e levensjaar ben ik achterop gegaan op de motorfiets. En sinds mijn 14e ben ik zelf gaan racen. En sindsdien racen we dus volop, zeg maar. Zeg, heel erg gefeliciteerd met je prijs. En geniet er nog even van. Ja, dankjewel. Het komt goed. Carlijn Koebrugge. En ik heb begrepen dat jij met Eurosport de sportteam van het jaar bent geworden van Almelo. Ja, dat klopt. We zijn er heel blij mee. En jij als enige Almeloze in het team, wat betekent dat voor jou? Nog iets extra's? Het is altijd mooi om zo erkenning te krijgen voor je prestaties. En vooral met het team is dat zeker mooi. En jullie zijn de volleyballers van Almelo. Het afgelopen jaar, wat hebben jullie toen bereikt? We hebben de beker gewonnen en de Supercup. Dus 2 mooie prijzen gewonnen. Nu gaan we ons vol richten op de play-offs en hopen om het landskampioen te kunnen spelen misschien.
kunt altijd ervoor gaan, toch? Sowieso, altijd een doel hebben. Juist. En het volleyballen, dat is jou met de paplepel ingegoten of valt dat mee? Een beetje. Een groot deel van mijn familie volleybalde wel. Dus een keertje met een vriendinnetje mee geweest en ik vond het wel leuk. Dus ja. Vanaf toen was je verkocht? Ja, dat sowieso. En hoe is het team om het samen te spelen in jouw team waar je nu zit? We hebben echt een leuk team. Veel leuke meiden. Passen goed bij elkaar. Ook buiten de volleybal doen we leuke dingen. En jullie hebben een nieuwe speelster, zag ik. Kan je daar iets over zeggen? We hebben een nieuwe speelster, Kari. Komt uit Estland, maar hij heeft 5 jaar in Amerika gevolleybald. En die komt ons nu versterken. Nou, dan wie weet dat jullie nog iets meer presteren. Ja, misschien. We gaan het zien. Bedankt. Graag gedaan. Peter Vermeerten van ProSoc Passend Voetbal. En jullie hebben zojuist de stimuleringsprijs gewonnen. Wat betekent dat voor jullie? Het is de derde nominatie op rij en uiteindelijk zijn we eindelijk eens een keer de winnaar. En het winnen vind ik niet zo belangrijk, maar vooral het bekendmaken van onze boodschap. Dat kinderen met een rugzakje gewoon verdienen om te voetballen en dat ook heel goed kunnen. En daar hebben jullie een club voor die dat kan regelen, die daar zich voor inzet, klopt dat? Ja, ik werk met ProSoc samen met SVDRC hier in Almelo. En in Hengelo en Enschede hebben we ook een aantal verenigingen waar we mee samenwerken. En dat groeit alleen maar op dit moment. En die kinderen die daar voor in aanmerking komen, hebben die specifieke beperkingen of wil je daar liever niet zoveel over zeggen? Oh nee, daar wil ik juist heel veel over zeggen. Want er wordt snel gezegd dat het zijn kinderen met beperking. Maar ik zie eigenlijk dat het kinderen met mogelijkheden zijn. Het was afgelopen 2 jaar waren we outie voetbal. We hebben het breder getrokken door passend voetbal ervan te maken. En passend voetbal wil eigenlijk zeggen, elk kind wat een rugzakje heeft, wat niet in een reguliere voetbal kan meekomen, die mag bij ons aansluiten. En we proberen, de doelstelling is om het kind naar het reguliere voetbal te kunnen krijgen. Als dat niet lukt, dan moet er een vangnet zijn en daar zorgen wij voor. En dan kunnen ze lekker blijven voetballen. Want dat is wel het belangrijkste, hè? Ja, dat is gewoon, het is ook gewoon fantastisch om elke training weer af te sluiten met dankbare gezichten. En daar doen we het voor. Hoeveel kinderen hebben jullie ondertussen? Ik denk als we hier een heel Twente kijken, op dit moment een kleine 70. Waarvan een 20 in Almelo en dan de rest over Hengelo, Enschede en Haaksbergen en Losser verspreid. Fijn dat jullie ze zo positief kunnen begeleiden. Doen we heel graag. Bedankt. Dankjewel.